Ik wens jullie heel veel plezier bij het kijken en vooral naar het luisteren naar het verhaal. Veel plezier! Gaan we kijken! Wie durft, zei. Kim zit op de bank. Het is nog vakantie. Omdat mama moet werken, is oma gekomen. Fijn vindt Kim dat. Want oma weet altijd wat leuks. Kim likt aan haar oliebol. Er zit veel suiker op. Smaakt het? Vraagt oma. Doet Kim. Hapje? Oma schudt haar hoofd. Ze drinkt haar koffie op. Ik ga maar weer door, zegt ze. Ze loopt naar de kerstboom. Daar is de versiering al uit. Behalve de piek. Oma pakt een trapje. Zo kan ze er net bij. Wat een kale boom, moppert Kim. Oma knikt. Dit was de eerste. En wat was diegene goed, hè? Ja. Had jij een idee wie het was? Wegwerker, geen idee wie het was. Nee. Nee, was wel heel leuk. Ja. Hey, zijn we klaar voor de tweede deelnemer? Want ook die zit klaar, meester Matthijs. Ja. En ik ben benieuwd, wie zal dat zijn? Nou, zullen we maar eens gaan kijken? Ja, veel plezier. Ik kon nauwelijks wachten tot de school uitging. De lessen leken eindeloos te duren. Na de laatste bel haastte ik me naar mijn lokker, waar Brian al op me stond te wachten. Klaar? Vroeg hij glimlachend. Yep, oh wacht. Ik heb een cadeautje voor je, van Brianna, zei ik, rommelend in mijn rugzak. Brian deed net alsof hij schrok. Brianna? Ik weet niet of ze me wel mag. Plaagt hij. Ze zegt dat ik luisteren heb. Volgens mij mag ze me niet. Jawel, nou ja, eigenlijk niet, giechelde ik. Maar ik moest dit aan je geven. Ik gaf Brian een rood satijnen lint. En hij keek er een beetje verbaasd naar. Hij strikte het voor de grap naar om zijn hoofd. Cool. Dit staat me vast geweldig, zegt hij. Zeg tegen Brianna dat ik dit elke dag wil dragen. Nou, meester Matthijs. Ik vond het leuk. Ik vond het fantastisch. Ja, dat waren weer twee kandidaten. Ja, het was super mooi. En ik ben heel benieuwd of jullie ze hebben herkend. Wat heel lastig is, want ze zijn gemaskerd. Ik zag het niet hoor. Ik zag misschien herken je eens aan de stemmen. Ja. Ja? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Maar deze twee fantastische deelnemers zijn niet de enige. Want, meester Matthijs, volgende week, hè? Volgende week. Weer twee nieuwe kandidaten. Maar, we hebben eerst nog één ding voor volgende week. Want, wie vond jij de beste deelnemer van deze week? Wie vond jij van deze week de beste mask reader? Op wie zou jij stemmen? Ja, laat dat weten via een parro-berichtje of een e-mailberichtje. Facebook, Instagram zitten we ook tegenwoordig. Alles jongens tegenwoordig, ja, alles. Ja, zeker, kan allemaal. Dus, laat het weten aan ons. Wie vind jij dat deze week de beste mask reader was? En volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering, nieuwe kandidaten. Oh, ik heb er nu al zin in, meester Thijs. Ik heb er nu al zin in. Ah, superleuk. Doei.